Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vanuit een pakje van Gymshark aangekomen. Dit is porseleen, mijn ligt daar, want we hadden besteld. Donderdag denk ik of zo, of vrijdag, de Gymshark en we hadden er één order van gemaakt en dan is het naar hier gekomen. Dus we gaan nu workout clothes. Ik ben net naar de gym geweest, zoals je kunt zien, naar kantoor geweest en het is middag nu. Dus ik ga eten, because I am so hungry. Ik heb soep van papa, linzensoep en zo lekker. Echt mijn favoriet. Zeker als het weer zo wat kouder wordt. Dan is dit echt mijn lievelingseten. Dus ik ga dat warm maken. En dan ga ik mijn soepje eten. En terwijl mijn soep in staat, is er nog een pakje aangekomen. Voor Talisa en Niels. Van Moonpop Express. Wow, oké, mooi. Mooi. Super nice. Popcorn. Oh, hoe tof. Oké. Okay. Kijk, leuk. We hebben Moonpop Original. Lovely, sweet and salty. We hebben de Farmer's Paprika. En de Sailor's Sea Salt. Oh, en een kommetje. Hoe cute is dit? Oké, super tof. Yummy. Dat gaat lekker zijn. Het is trouwens bio, vegan, gluten-free en made with coconut oil. Het is ook nog eens best gezond. Ga kijken, ja. Amai, oké, super tof. Die ga ik zeker uitproberen. Maar ik ga het terug even in het hols laten, zodat Niels het nog kan opendoen straks. Het is dus blijkbaar een healthy snack. Gezond, biologisch. Tweede kommetje. Want eentje is geentje. Hè. Op één been kunnen we niet staan. Dus, en ik eet graag en veel. Ik kan het echt nooit zo met één kommetje soep laten. Want dan denken de mensen die zo maar één kommetje eten, dan denk ik, heb ik toch niet genoeg mee? Maar ja, het zal aan mij liggen zeker, denk ik. Ik weet het niet. Maar oké, tweede kommetje. Oké, ondertussen zijn we even later. Ik heb nog even gewerkt. Ik moest niet meer zoveel doen. Nog een paar e-mailtjes voor mijn YouTube en zo. Want ik heb gisteravond vlogs gemonteerd op zondagavond. Dus daardoor heb ik vandaag meer tijd. Ik ga nu een wasje draaien. Gekleurde was. Ik moet zeggen, we hebben wel nooit heel veel gekleurde was. Ik weet niet wat bij aan ons ligt. We hebben echt 2 machines zwart of zo per week. Maar gekleurd echt heel weinig. Ik heb hier nog één andere broek. Dus ja. We zijn donkere mensen blijkbaar. En echt mijn favoriete aanwinst van de laatste maanden. Mijn karretje. Je kunt dat natuurlijk voor heel veel gebruiken. Ik wou dat eerst in de badkamer zetten. Maar in de badkamer hebben we al eigenlijk genoeg opberg dingen. Want dit is dus een karretje. En dit karretje heb ik van Zesso. Een heel leuke webshop. En was echt wel goedkoop. Super mooi. Rose gold. Dus heel aesthetic. En ja, ik gebruik dit dus echt voor mijn was. Ook als ik buiten op het wasrek iets ga hangen, dan pak ik dit mee. Omdat daar op mijn wasspelden zo op zitten. Mijn finish, als er nog een vlek is of zo. Dus super tof. En dan maakt mijn wasleven gewoon zoveel gemakkelijker. Ik had eerst op het wasmachine al deze producten staan. Maar als dan de was begon te draaien en echt ik op veel toeren draaide of zo, dan kon het wel eens zijn dat er een fles vanaf viel. En dat is gewoon niet zo mooi. Dus nu heb ik wel hier een nette ruimte. En kan ik mijn karretje eigenlijk gewoon daarbij zetten. Dus dat vind ik wel super handig. En als ik dan mijn machine aan doe, zet ik mijn karretje hier.
Ik weet dat ik hier waarschijnlijk veel vragen over ga hebben, want dat is gewoon een heel handig rekje, ook voor in de keuken of in de badkamer. Dus ik zal onder in de beschrijving een linkje zetten voor dit exacte rekje. Ja, dan ga ik me nu even een beetje opfrissen, want ik zit nog altijd in mijn workout kleren. Want om 3 uur, oh het is wel nog maar, wat is 1:30? Nee, 1:45, oké. Maar om 3 uur moet ik naar de nagels. Dit zijn mijn nagels, redelijk hard uitgegroeid weer deze keer. Ik heb het gevoel dat ik dat altijd zeg, maar mijn nagels groeien gewoon zo snel. Dus ja, dat staat vandaag op de planning. Ben ik wel blij om, want ik wil wel nieuwe nagels. We zijn weer een paar uur verder, of een uur verder. Zoals je kunt zien heb ik me nog altijd niet omgekleed. En ik moet binnen een half uur vertrekken naar Pastel Beauty Bar. Maar ik heb zo net een hele mooie parafoil aangekregen die ik had besteld. Waar mijn handig karretje bij de wasmachine van is. En I'm obsessed, past perfect bij ons stijl van de slaapkamer. En dat is ook waar ik hem wil zetten. Dus ik ga de slaapkamer een kleine makeover geven. Dit is hem trouwens. Hij is zo ja, bleek afgewassen hout. Echt super mooi. Hij is natuurlijk nu toegevouwd, maar ik ga die naar boven dragen. Ik heb hem boven gekregen. Het was wel moeilijk met de draai van de trap. But I did it. De bedoeling is dus om in de slaapkamer een hoekje te maken met die parafoil. Als zo'n mooie achtergrond. Dus ik denk dat ik die hoek ga nemen en één kader ga switchen. Ik ben nog niet zeker, maar ik denk dat ik het zo ga doen. Tada! Kijk, oh mooi. Moet ik alleen die foto nog daar hangen of meer hier, denk ik. Ja, ik vind het echt super mooi zo. Echt zo'n super mooi hoekje. Gaat ook super tof zijn als ik halls wil filmen. Als zo, dan heb ik zo echt een super mooie achtergrond. En paravent, oké, vroeger was dat om je achterom te kleden en van die dingen. Maar tegenwoordig is dat ook gewoon echt een heel mooi item om in je huis te zetten in een hoek zoals ik heb gedaan. Geeft gewoon wat extra structuur aan deze kamer. Yes, I'm very happy. Past echt heel mooi met de sfeer van onze kamer. Echt top. Ik zal ook deze wel weer onder in de beschrijving zetten. Want ik heb lang gezocht voor een mooie bohemian style paravent. En na heel lang zoeken ben ik deze tegengekomen op Zesho. Ik heb het helemaal zoals ik wil. Dat is perfect wat ik in mijn gedachten had. I'm so happy. Oh, het ziet er echt zo mooi uit, vind ik. Kijk hoe cute dit hoekje is. Kom aan, hoe prachtig. I like it, hè. I like it a lot. Echt een super tof hoekje in onze slaapkamer. Echt keigezellig. En wat ook nog wel tof is met het paravent, om daar zo lichtjes boven aan te maken. Ik heb er momenteel wel geen, maar dat is misschien wel nog iets wat ik ga doen. Daar lichtjes in de bovenste dingen rondhangen. En dan is dat echt zo cute. Echt super, super mooi. Ik ben echt heel blij met mijn paravent dat ik echt eindelijk ene heb die ik super mooi vind. Ik heb even het bed een beetje min of meer opgemaakt. Ik zie dat de kussens niet in het midden staan. Maar oké, gewoon om even een kleine rondleiding te geven nog eens van de slaapkamer. Oh, ik ben echt super blij met dat hoekje. Het is echt nog mooier als ik in dan ik in mijn gedachten had. Echt super tof. En dan hebben we hier deze kant. Hey kus. En nu is het dus tijd om me even op te frissen en te gaan omkleden. Oké, nog een laatste keer langs deze kant.
Ik ben echt zo blij. Het is echt super mooi. Ik weet, veel mensen hebben gevraagd van waar die stoel is trouwens, maar geen idee. We hebben die gekregen van Niels zijn mama. Die had er zo twee en ene heeft hij aan ons gegeven. Omdat hij daar geen plaats voor had. Maar ik heb echt geen flauw idee van waar die komt. Yes, I love it. Zo cozy. De slaapkamer is echt helemaal mijn ding. Zo lichte tinten, wit, beige. Dat is echt mijn ding. Dus ik ben zo blij. Een echt heel rustige slaapkamer. Zalig. Ik heb snel een beetje opgefrist. Ik heb snel naar de douche. Katjes, dat zijn ze. Oeh, oh nee, mijn water gaat lekker. Skantje. Oei, 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 oei. Oké, ik had er niet heel goed toe. Gesnost. Nee. Oké, mijn water was aan het lekken. Maar ik heb me dus snel een beetje opgefrist, snel mijn lijf gedoucht. Mijn haren niet. Ik heb die voor altijd aan de staart wel iets strakker proberen te doen, maar ik heb zo wel weer babyhaartjes. Ik heb een t-shirt aan van Tupac en een mom jeans van de Zara. T-shirt is trouwens denk ik van de Bershka ooit. En ik ga nog gewoon Air Force One sneakers aan doen. Ik heb oorbellen aangedaan van Naked. Om er toch zo'n beetje meer fashion uit te zien. Met juwelen, you know. Okay, ik ga nu die doen. En dan ga ik naar de nagels. You don't know. Badman. Yeah. Body, baby. Okay, ik ben ondertussen in de Floralux. Ik heb al wel wat spulletjes. Mijn kaart ziet er al vol uit. Ondertussen ben ik terug thuis en zijn we eten aan het maken. Niels heeft pompoen gesneden. En dan ga ik zelf pompoensoep maken. En ik ben ook eten aan het maken. We zijn vanaf deze week gaan we terug naar de fresh proberen. Dus ik ben benieuwd. Hè. Vandaag worden het noedels met kip en groentjes en kapsaus. En het eten is klaar. Yummy. Oké, we hebben lekker gegeten net en we gaan nu de vlog afsluiten. Het is bijna 7 uur. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Alle linkjes van alles wat ik heb laten zien, zoals de paravoen en zo, ze staan allemaal onder in de beschrijving. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie snel weer.